Een van de boeken waar ik echt heel veel van hou. En ik ook. Is Joe's Speedboat van Tommy Wieringa. Ik vond het zo geweldig omdat het zo ontzettend origineel is. Het bleef me echt steeds verbazen. Het is ongeveer clichéloos. Alleen al het perspectief waaruit wordt verteld. Dus, nou ja, dat ben ik nog nooit eerder tegengekomen in een boek. Het wordt verteld vanuit een gehandicapte jonge man die ook nog eens in een heel klein, beetje beklemmend dorpje woont. En eigenlijk alles wat hij meemaakt, alle figuren om hem heen. Dus het blijft verbazen. En mijn favoriete deel is toch wel dat op een gegeven moment een poedel van een balkon valt. En ja, waarom dat dan zo fantastisch is, dat moet je eigenlijk zelf maar gaan lezen. Ja, nou voor mij was het eigenlijk gewoon een boek over dromen. Een waarmaak van dromen. Een eindeloze ambitie. Met als hoogtepunt daarvan natuurlijk Joe die een vliegtuig heeft gebouwd. En ermee wegvliegt. Ik lag in bed het boek te lezen. Ik stond op. Ik sprong. Ik vond het fantastisch. Juichend heb ik het toen uitgelezen. Dus ik zou zeggen, lees allemaal dit boek. Bouw een vliegtuig. En, pas op voor poedels. Pas op voor poedels.